Michiel Beelen heeft in de nacht van maandag op dinsdag het wereldrecord live radio maken met 198 uur verbroken. De 3FM-dj had om 5 uur in de ochtend 191 uur zendtijd op de teller staan. Daarmee passeerde hij de Vlaamse radio-dj Lennart Creel, die begin deze maand het record op 190 uur zette. De NS staat positief tegenover een experiment met een gratis bewaakte fietsenstalling op het station. De capaciteit van de betaalde bewaakte fietsenstalling wordt slechts voor 50-60% benut. De NS wil met het experiment onderzoeken of de bewaakte fietsenstalling meer wordt benut als reizigers er niet voor hoeven te betalen. De ochtendspits van dinsdag was de drukste van het jaar. Ook op de wegen rondom Hilversum stond het vast. Om 9:15 stond er 323 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Oorzaak was een ongeluk bij Arnhem en een dodelijk ongeluk bij Breukelen. Het Hilversumse vuurwerkverbod dat burgemeester Pieter Broertjes komende jaarwisseling wil invoeren, geldt maar voor een beperkt deel van het centrum. Het gaat om het gebied tussen de Groest en de Schapenkamp. In een woning aan de Leeuwenstraat is maandag een hennepkwekerij met 250 wietplanten ontdekt. De politie heeft de verdachte meegenomen naar het bureau. Het gaat om een 20-jarige vrouw en een 32-jarige man. Komende zaterdag wordt in de Dudok Arena opnieuw een groot kickboxgala georganiseerd. In het verleden heeft de gemeente Hilversum de jaarlijkse kickboxgala's verboden. Het is niet duidelijk waarom de gemeente toch heeft ingestemd met het organiseren van het aankomende evenement.